Nijmegen maakt zich langzaam op voor de tocht der tochten. De Nijmeegse Vierdaagse presenteerde vandaag haar cijfers en nieuwtjes. Goedenavond. Jarenlang werkten ze met chemische stoffen met ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Er zijn gewoon 70 mensen die met deze stoffen werken, dagelijks mee in aanmerking komen, die langzaam ziek worden. Hoe verantwoordelijk is het Nijmeegse metaalbedrijf Smit Draad? En het is spannend in Ede. Mogen de winkels nou wel of niet open op zondag? Nog anderhalve week en dan staat Nijmegen weer op zijn kop. Dan begint voor de 99ste keer het grootste wandelevenement ter wereld, de Nijmeegse Vierdaagse. 46.000 tot op het bot gemotiveerde wandelaars mogen hem weer gaan lopen. De tocht der tochten. De meeste Nederlanders, een kwart zelfs uit ons eigen Gelderland, maar van over de hele wereld komen er deelnemers. 60 nationaliteiten, van Afghanistan tot Uruguay en van Zimbabwe tot Maleisië. De jongste wandelaar is de 11-jarige Sjoerd uit Velp bij Graven. De oudste, meneer Dubie uit Amsterdam, 92 jaar is hij. En dan de Vierdaagse feesten. Nog een paar cijfertjes. 1,5 miljoen bezoekers, 20.000 terrasstoelen waarop 1.250.000 liter drankjes weggeklokt worden. En dat is kassa voor de gemeente Nijmegen. Het levert de stad 38 miljoen euro op. Ja, vanmiddag zijn de cijfers en plannen op een persconferentie bekendgemaakt. En daar vielen wel een paar dingen op. Op de Zevenheuvelenweg, onderdeel van de route, in Groesbeek staat Erik van der Pol. Wat zijn opvallende zaken die daar gemeld zijn? Nou, wat er in elk geval opvalt is dat de organisatie het sjoemelen gaat aanpakken. Je kunt je voorstellen, die wandelaars die gelopen hebben, al 2 dagen erop hebben zitten, dan komen ze hier op die Zevenheuvelenweg en dan zakt de moed een beetje in de schoenen. Dan zijn er mensen die een fiets pakken, die een stuk afsnijden, die zelfs een taxi nemen. De organisatie zegt, het is ons opgevallen dat dat steeds vaker gebeurt. Nou, daar willen ze wat aan doen. En daarom hebben ze bedacht, we gaan de statische controleposten, dat zijn er altijd zo 4 of 5 waar je langs moet, die gaan we opheffen. Want als je je daar namelijk meldt als wandelaar en je pakt na zo'n statische controlepost de fiets, dan kunnen wij niet meer controleren. Dus wat gaan ze nu doen? Er gaan wat van die statische posten weg en er komen meer mobiele controleteams. Een stuk of 4 of 5, die gaan overal op de route steeksproefsgewijs kijken of mensen wel doen wat hoort, of ze zich wel aan de regels houden. En op die manier hopen ze de sjoemelaars een beetje, de kop in te drukken. Want dat willen ze nou eenmaal niet. Het moet geen heksenjacht worden, zegt marsleider Willem Stijn. Maar, zegt hij, de pakkans voor sjoemelaars, die wordt wel groter. Ja, die groeit. En dan hoop ik ook maar dat het dat vooral op de eerste dag van de wandeling gebeurt. Want dat heeft dan ook weer een effect in de communicatie, in de publiciteit, naar wie het op de tweede dag ook nog eens zou willen proberen. Ja, en dan heb je natuurlijk behalve het wandelen, hè, de Vierdaagse, heb je natuurlijk ook nog de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Ook daar was nog wat nieuws. 1,5 miljoen mensen zijn er in de stad tijdens die Vierdaagse feesten. Met elkaar zorgen die voor 200.000 kilo afval. En de vraag is, wat doen we met dat afval? Nou, er is al een soort van nulmeting. De afgelopen week is er onderzoek gedaan door de Radboud Universiteit. Die zijn bij horecaondernemers langsgegaan met de vraag, wat doen jullie met het overgebleven voedsel? Wat doen jullie met jullie afval? En wat doen jullie met energie? Wat voor energie gebruiken jullie? Want de Vierdaagse feesten zeggen, wij moeten duurzame Vierdaagse feesten worden. Wij willen geen footprint achterlaten als die Vierdaagse feesten weer afgelopen zijn. Dus daar hebben ze nu met z'n allen op ingezet. Ze gaan het allemaal veel duurzamer maken. En ondernemers die dat heel goed doen, die krijgen dan een sticker op duurzame dinsdag. Die kunnen ze op hun raam plakken en dan blijkt dat ze het allemaal goed doen. En op die manier moeten die Vierdaagse feesten uiteindelijk duurzamer worden. Erik, dankjewel. Ja, die Vierdaagse feesten die beginnen al op zaterdag 18 juli. En de dinsdag erop is dan de start van de 99ste Nijmeegse Vierdaagse. Ze voelt zich bedonderd en vindt het schandalig dat haar werkgever haar en haar collega's heeft laten werken in een onveilige omgeving. Dat zegt de Nijmeegse Gandola Hendricks, die al jaren werkt voor metaalbedrijf Smit Draad. Hendricks is een van de 9 werknemers die samen met vakbond FNV Metaal aangifte heeft gedaan tegen het bedrijf. Ze houdt haar werkgever verantwoordelijk voor haar ernstige longklachten en haar concentratieproblemen.
Ik vind het schandalig, want ik voel me dus echt voor de gek gehouden. Daarom ben ik ook ontzettend boos. Er zijn gewoon 70 mensen die met deze stoffen werken, dagelijks mee in aanmerking komen, die langzaam ziek worden. Gandola Hendricks werkt al 8 jaar voor het Nijmeegse metaalbedrijf Smit Draad. De fabriek produceert kabels voor grote transformatoren. Op de afdeling van Hendricks zou op een onveilige manier met gevaarlijke chemische stoffen worden gewerkt. Na een tijdje wordt Hendricks kortademig. Leidinggevenden nemen het niet serieus. Daarom heeft ze zich laten onderzoeken in het ziekenhuis. Daar komt eigenlijk uit dat ik nog een longinhoud heb van 42%. Daarom ben ik ook blij met dit onderzoek, want ik had toen medicijnen, eigenlijk voor COPD. Nu heb ik andere medicijnen. Alleen ja, je moet wel ontzettend oppassen dat je nu niet verkouden wordt, geen longontsteking krijgt. Want ja, dan word je weer volgepompt met prednison en daar word je ook niet vrolijk van. Smit Draad zegt onderzoek te hebben laten verrichten door onafhankelijke deskundigen. Daaruit zou blijken dat de concentraties chemische stoffen die bij de productie vrijkomen binnen de normen zijn. Volgens vakbond FNV is dat onzin. Er zou gemeten zijn op momenten dat de hal net gelucht was. De bond heeft samen met werknemers onder wie Gandola aangifte gedaan bij justitie. Volgens hun advocaat hebben ze een sterke zaak. De arbeidsomstandigheden in die fabriek zijn dermate beneden niveau dat hier sprake is van strafbare feiten. Het is niet alleen dat je zonder baan komt, je bent ook de helft van je leven kwijt. Justitie bekijkt nog of er strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld. Hij was de schrik van het Nederlands elftal, deze man uit IJsland. Hannes Thor Halldórsson. En juist hij is het komend seizoen de doelman van NEC. Straks een kennismaking. Pas op als je in een bosrijke omgeving loopt, want deze maand worden naar verwachting 500.000 mensen gebeten door een teek. Een beestje dat de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Uit onderzoek van onder andere de Wageningen Universiteit is gebleken dat het aantal teken toeneemt. Alleen dit jaar zijn er al bijna 5000 meldingen van tekenbeten en dat is 20% meer dan vorig jaar. De toename valt mogelijk te wijten aan de aanwezigheid van meer muizen, want teken zuigen graag bloed van dat diertje. In de hele provincie komen de teken nu massaal voor. Nog één keer een vol schoolplein, nog één keer het schoolbord schoonmaken en nog één keer een afsluitend schoolfeest. Een laatste mag het licht definitief uitdoen van basisschool Sint Martinus in Baak. De bevolkingskrimp in de Achterhoek slaat hard toe in het dorp. Er zijn te weinig leerlingen om de school open te houden. Ik vind het wel heel jammer dat er nu geen enkele school meer is in Baak. Dus ik word er wel een beetje verdrietig van, ja. En bijzondere dingen van de complimentenboek en geluksles en tekenboek van de kleuters. En waarom hebben jullie zo'n koffer gemaakt? Om herinnering van onze school terug te kijken en wat we allemaal dit jaar hebben geleerd en zo. Dus je hebt dan volgens mij een stuk of 7 of 8 kinderen nog in groep 7 die dus straks naar groep 8 gaan. Maar je hebt dan nog maar 2 kinderen in groep 1 en we hadden 1 kind in groep 3. Ja, dan op een gegeven moment houdt het dan toch een keer op. Ik vind dat Baak nu ook een beetje uitsterft, want het voetbalveld gaat weg, nu de school. En straks gaat misschien nog wel meer weg. En ik vind dat heel zonde. De mensen die hier omheen wonen, die hebben natuurlijk altijd die kindergeluiden gehoord tijdens het buitenspelen. En op weg naar de gym, dan worden er vaak liedjes gezongen in rij daar naartoe. Dus het zal wel stil gaan worden, denk ik, in Baak. Er is goed nieuws voor treinreizigers tussen Arnhem en de Achterhoek. Hun reis moet 2 minuten korter worden door de aanleg van dubbelspoor tussen Zevenaar en Didam. Reizigers hoeven dan niet meer te wachten tot de trein van de andere kant voorbij is. De spoorverbinding tussen Arnhem, Doetinchem en Winterswijk moet betrouwbaarder en sneller worden. Om dat voor elkaar te krijgen wordt het spoor tussen Zevenaar en Didam verdubbeld over een lengte van 4 kilometer. Treinen mogen ook harder gaan rijden. Niet alleen het spoor wordt aangepakt, maar ook de omgeving van het spoor. Er komen bijvoorbeeld nieuwe tunnels en een nieuw viaduct over de A12. In totaal kost het project 40 miljoen euro. In de stad van Flipje ratelen de fruitmachines als nooit tevoren. Hotelketen Van der Valk heeft namelijk een Grand Casino geopend in de nieuwbouw van het Tielse Hotel. De firma speelt hiermee in op veranderende wetgeving die het exploiteren van casino's makkelijker maakt. In Tiel wordt vanaf nu ervaring opgedaan met een grootschalig gokpaleis. De entourage, je ziet het, zeer goed aangepast aan deze tijd. Dit hoort bij een casino. De eerste klanten zijn enthousiast.
Nu is de inzet nog beperkt en de prijzen ook. Maar daar komt vanaf 2017 verandering in. We zijn in Nuland begonnen met een try-out casino. Dus kleinschalig, maar wel alle marketingformules uitgeprobeerd. Nou, dat werkt goed. Dat hebben we hier in het groot neergezet. Nou, hier gaan we een paar maanden heel hard aan trekken om dit helemaal in de meest grootste vorm van perfectie neer te zetten. Dan zijn we met een aantal vergunningen meer bezig en dan gaan we dit verder uitrollen. Dan moet er natuurlijk wel geld mee verdiend worden. Die dingen staan niet alleen voor ons, die staan ook voor de eigenaar, voor de winst. Hè? Anders kan het ook niet, de schoorsteen ook niet roken. Je bent een stralende verliezer. Ik ben een stralende verliezer als ik verlies, ja. Een spannende avond voor de ondernemers in Ede. Mogen de winkels in het vervolg open op zondag of niet? Na heel veel discussie en een referendum beslist vanavond de gemeenteraad. En ook daar wordt het spannend. Verslaggever Annemiek Schakelaar is in de raadzaal. De raadsvergadering wordt zo meteen voortgezet. Hele belangrijke vraag, Annemiek. Zijn alle raadsleden er? Ja, dus inderdaad een hele belangrijke vraag. Want zoals het er nu voor staat, is het 20 raadsleden die voor die zondagsopenstelling zijn en 19 tegen. Ze zijn er niet allemaal. Maar het is een tegenstander die er niet is. Dus daarmee zou eigenlijk het voor alleen nog maar sterker zijn geworden. Maar het is vanavond pas en we weten natuurlijk niet of iemand toch wat anders stemt. Misschien nu ze aan het eten zijn, het eten niet goed valt en nog ziek wordt. We weten het niet, want het is wel belangrijk. Want de stellingen zijn nu echt al enorm betrokken. Iedereen heeft heel duidelijke mening hierover. Voor ons als SGP is dat een principiële zaak. In de Bijbel zien we heel duidelijk dat daar staat dat we 6 dagen zullen arbeiden en de 7e dag een rustdag is. En dat willen we ook in de praktijk van alle dag vormgeven. Wij denken heel kortweg dat het Ede leuker maakt. Wij denken dat het een onmisbare schakel is in een vitaal stadshart. En wij denken dat het iets is van de moderne economie. Annemiek, nou is in heel veel steden het eigenlijk heel normaal dat op zondag de winkels 1 of meerdere keren open zijn. Waarom is dat in Ede zo'n kwestie? We zitten hier natuurlijk in de Bijbelbelt. Er wonen hier heel veel gelovigen. En omdat die kwestie zo gevoelig ligt, is er een referendum gehouden. Daaruit bleek dat een nipte meerderheid van de mensen in de gemeente Ede zegt, wij willen geen winkels open op zondag. Maar wel heel opvallend het verschil tussen Ede stad, waar echt een meerderheid zegt, wel open op zondag, en de kleinere dorpen, waar een overgrote meerderheid zegt, dat willen we helemaal niet. Dus zegt de politiek nu, laten we dan in Ede stad die winkels gewoon openstellen. Want ook ondernemers zeggen, ja, we merken dat het publiek anders wegloopt naar steden als Wageningen of Arnhem. Hoewel wij als kleine ondernemers er ook moeite mee hebben om op zondag te gaan werken. Maar als we de klant kwijtraken, dan moeten we maar op maandag of dinsdag dicht. Dus die kijken echt met argusogen naar het besluit van vanavond. En zoals het er nu naar uitziet, zouden we bijna kunnen zeggen die voorstanders gaan winnen. Ze hebben het persbericht in ieder geval al klaar liggen. Annemiek vanuit Ede, dank je wel voor nu. En of die meerderheid van de Raad in Ede instemt met een koopzondag of niet, dat kunt u vanavond dus teruglezen op onze site en op onze app. Arjen Robben, Robin van Persie, Klaas-Jan Huntelaar, ze wisten allemaal niet te scoren tegen de IJslandse doelman Hannes Thor Halldórsson. En dit seizoen staat de nachtmerrie van Oranje onder de lat bij NEC. Hannes Thor Halldórsson. Zo klinkt zijn naam dus in het IJslands. De doelman maakt een naam door zijn uitstekende optreden tegen het Nederlands elftal. Oranje verloor op IJsland met 2-0 en dat was het begin van het einde voor de Achterhoekse bondscoach Guus Hiddink. It was one of the biggest wins in Icelandic football history. De IJslandse aanwinst poseert geduldig voor de camera's. Hij weet ook al het nodige van NEC. I know that the team was founded by hardworking factory men and I like that. It fits my way of thinking. De nieuwe selectiefoto wordt gemaakt. Persvoorlichter Judith Vermulst bepaalt voor 1 keer de opstelling. Ja, klopt ja. Ik ben altijd blij als deze dag achter de rug is. Fotograaf Broer van de Boom uit Wiegen kiest voor verschillende perspectieven. Wie is nou de meest fotogenieke hier? Santos, ja. Denk ik. Santos. Houdt van de camera, hè? Ja, daarom. Ik heb al het een en ander op het internet zien verschijnen, dus komt goed. Ik moet het weer rekenen. Ja, Santos staat er ook goed op, ja. Ik ben eigenlijk een ruige type. Okay, ben niet kennen in de media. Then we're off for the day. Who's the bird? You have to ask me again tomorrow. This is my first day. I haven't learned all the names yet. Ja, die rare vogel was topscorer van NEC, Sjoerd Ars. Dan gaan we nog naar het weer. Vandaag met Jordi Bloem.
Vanochtend was het nog zwaar bewolkt met ook een paar buien. De zonsopkomst was niet zo goed te zien. Maar toch even een opklaringje hier in Deil bij zonsopkomst leverde deze fraaie foto op. Nou, morgenochtend is het om die tijd helemaal zonnig en behoorlijk fris. Aan de loop van vandaag zagen we een hoge drukgebied onze kant op komen. Van boven Frankrijk, daar was het vandaag zonovergoten. Ook in Zuid-Engeland, nou dat weer komt onze kant op. Nou, vanmiddag waren er nog redelijk wat stapelwolken te zien. De meeste buien waren toen naar Duitsland weggetrokken. En vanuit het westen werden de opklaringen steeds breder. Maar komende nacht is het helemaal helder in de provincie. Misschien een klein beetje bewolking in het uiterste noorden van Gelderland, vooral later in de nacht. En het koelt behoorlijk af vannacht. Aan het einde van de nacht een graad of 6 wordt het. Met daarbij nauwelijks wind door dat hoge drukgebied. En ook morgen ligt het hoge drukgebied in de buurt. Betekent prachtig weer, maar niet helemaal zonnig. Want in het uiterste noorden en noordoosten, vooral daar, trekken in de ochtend nog enkele wolkenvelden over. In de middag ook daar meer ruimte voor de zon. Nou, het blijft overal droog. En de temperaturen komen ruimschoots boven de 20 graden uit 's middags. Het wordt 22 tot 23 graden in Gelderland. En de wind stelt weinig voor. Is veelal zuidwest, 2 boven voor. Nou, zaterdag warmt het even behoorlijk op tot 28 graden. Met een matige naar west tot zuidwest draaiende wind koelt het later op de dag wel een paar graden af. Maar het is zonovergoten. Nou, vanaf zondag is het een tijdje minder fraai weer. Wolkenvelden worden afgewisseld door af en toe zon. Zondag zelf kan een enkel buitje vallen. Begin volgende week lijkt droog te verlopen. Met middagtemperaturen zo tussen 20 en 22 graden. Dit was Gelderland Vandaag. De Nijmeegse Wandelvierdaagse heeft dit jaar een efficiënter controlesysteem. En de Vierdaagse feesten zijn meer dan ooit milieubewust. Dat bleek bij de officiële aftrap vandaag. Meer nieuws op gld.nl en op onze app. Fijne avond nog. Dag.